We zijn natuurlijk gewoon neven. En de familieliefdes, die zal er natuurlijk altijd zijn. Je hebt gewoon te maken met het feit dat onze moeders zussen van elkaar zijn. Maar het moment dat je zaken met elkaar gaat doen, waarbij zijn vrouw natuurlijk, Brechtje, ook nog eens leading van spek is. Brechtje en ik zaten op een gegeven moment gewoon, ik wil absoluut niet het woordje zakelijke conflict gebruiken, maar we zaten ook zeker niet op één lijn qua visie hoe we met elkaar verder zouden gaan. Ik denk dat het vertrouwen aan beide kanten ook wel op zakelijk gebied een beetje op was. We konden elkaar niet meer leveren wat we allebei gedacht hadden. Ja, en eigenlijk ben ik daar in redelijk goed harmonie, hebben we toen afscheid van elkaar genomen. Maar Ali is wat dat betreft niet echt een hele goede prater. En dat klinkt gek wat ik nu zeg, want hij komt natuurlijk op tv, is hij de ideale bruggenbouwer. En die credits moet ik hem ook absoluut geven. Maar hij weet ook van mij dat ik dat van hem vind. Ik vind niet dat hij heel erg goed is in dingen per se uitpraten. Hij heeft heel veel goede sterke kanten. Daar heb ik in mijn carrière ook heel veel van geleerd. Maar ik had graag gewild dat we bepaalde dingen goed hadden uitgesproken. En nu zijn we cool met elkaar. Maar dat heeft wel heel lang geduurd. Ali is meer iemand dat, stel je hebt een conflict met hem. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Conflict is een groot woord, maar er is iets om uit te praten. Dan is hij meer degene die zegt, oké, zand erover, knuffel en we gaan verder. Er is op zich niks mis mee. Daarom zijn we ook allemaal ander soort mensen. Terwijl ik ben misschien wat dat betreft misschien wel iets emotioneler. Ik heb wel zoiets van, oké, laten we alles even op tafel gooien. Dingen waar jij mee zit, waar ik mee zit. Dat uit de wereld is. En dan gaan we met elkaar verder. En dus als ik gewoon een goud eerlijke mening mag geven op je antwoord. Ons band is gelukkig beter, met een uitroepteken. Maar het is niet meer als vroeger. En ik denk dat dat te maken heeft met dat we gewoon nooit alles even één keer goed eruit hebben gegooid.